Zo ziet de gemeente Woerden het graag. Uitgestorven winkelstraten en de rolluiken voor de etalages. Geen mens in de stad, alle winkels zijn dicht. Het is tenslotte zondag en aan de zondagsrust wordt niet getornd. Alhoewel, dit is een eigenwijze ondernemer die zijn deur toch open doet. Goedemiddag. Nee, het mag niet, ik weet het. En daarom uh, nu ook besloten. Besloten open enkel voor Facebook-vrienden, omdat het niet publiekelijk mag. Het lijkt een trucje en het is nog maar de vraag of het werkt. Maar de ondernemer controleert daadwerkelijk of zijn klanten wel Facebook-vriend zijn. Sorry, ik moet het even vragen, maar ben je Facebook-vriend? De gemeente Woerden is niet blij met deze slimme oplossing. En dit is niet de manier om democratisch vastgestelde regels uh, te veranderen. En, uh, ik, uh, ik had hem graag gezien in de, in de raadzaal bij een van de commissies om uh, zijn casus toe te lichten. En we zijn hier ook over in gesprek met de uh, vereniging Stadshart. En daar merk ik niet dat er een brede basis onder winkeliers is die dit, die dit graag willen. Klanten van de winkel denken daar heel anders over. En ja, je ziet gewoon dat, dat het gewoon uitgestorven blijft. En juist volgens mij wilde de gemeente Woerden dat dat uh, wat meer zou leven op zondag. Maar dat, is, uh, dat, dat schiet zo natuurlijk niet op als, het, als alles dicht blijft. En, uh... Een grote boete dreigt voor de ondeugende winkelier in de Woerdense Voorstraat. Maar hij laat zich niet afschrikken, want ook voor hem is de zondag een lucratieve dag. Het is een leuk extraatje. Maar als ik uh, kijk dat het uh, al een paar keer beter is geweest dan uh, maandag en dinsdag bij elkaar. dan zou ik toch zeggen dat het wel, uh, toch wel iets zou moeten lonen. Voorstanders van de koopzondagen vrezen de concurrentie van omliggende plaatsen. waar de winkels wel op zondag open zijn. Zij vrezen winkelsluitingen en leegstand. De boete voor deze slimme ondernemer komt er volgens de wethouder aan. En dan wacht ongetwijfeld een gang naar de rechter.